als je ervoor wil betalen, dan zou ik het niet doen, maar nee, dat mag je zo hebben voor mij. Nee. Een elletje? Nee, een elletje is een klein smaak. Ja, ik ga mijn vrouw zo doen. Komt hij nog? Ik zelf. We hebben genoeg, joh. Speciaal gekomen voor het shirt, mevrouw? Nee, ik ben al 3 jaar lid. Maar u bent wel blij met het shirt? Ja. We hebben ook wel een steed, dat we wat kregen. Ja, okay. Is duur genoeg. En wanneer gaat u nou aantrekken? Ik heb hem al aan. Dat zijn voor mijn nichtjes. Oké. Okay. Ja, die hebben we nou ook graag op, hè? Ja. Vind ik wel, hè? Ik ben zelf stoer op de rode DWS, maar ik ben op dit moment dus 3 weken buiten functie, omdat ik dus een heupoperatie heb gehad. Nou ja, en ik wil toch de club steunen. En ja, nou. Dus we zijn aanwezig. Oké. En we gaan voor het positieve uit. Dus we willen de ronde verder en in de Eredivisie blijven. Dat is wat het draait. Toch een hele fijne wedstrijd. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb een seizoenskaart, ik kom helemaal voor Roda, dat is natuurlijk weer geweldig dat we zo'n sponsor hebben, dat die de mensen gaan aantrekken om nog meer mensen in het stadion te krijgen. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Een super sponsor. Goeie actie. Goeie actie, moeten ze vaker doen. En wat wordt wat is de uitslag vanavond? De uitslag is gewoon dat heel voorzichtig doen en ik denk dat ze met een 0-1 hoop ik toch dat ze wegkomen. Nou, het is vandaag zondag. Belangrijke avond voor Roda JC. Ja. Jullie sponsoren Roda. Ja. Hoezo deze actie opeens? We zijn sinds begin dit seizoen hoofd- en shirtsponsor geworden van Roda. De club zat toen natuurlijk al vorig jaar tegen degradatie gevochten. Dus we vonden het niet heel gepast om heel schreeuwerig als sponsor meteen heel aanwezig te gaan zijn. Maar wat ik net tegen u zeg, Roda is wel bij ons in ons hart gekomen. En vooral nu we strijden tegen de degradatie, hebben we gedacht van nou laten we naast de acties die we doen, business to business, we hebben een showroom in het stadion waarmee we klanten kunnen ontvangen, echt een publieksactie nu te doen. Dus zodoende juist op dit moment laten zien dat we er trots op zijn dat we Roda sponsoren. En dat ook volgend jaar doen. Gewoon in de Eredivisie, dat is natuurlijk onze ambitie. Maar daarom steken we nu juist het publiek een hart onder de riem, dat wij er als mascot achter staan. Wanneer gaat hij nu aan? Wat? Ik zeg, wanneer gaat hij aan nu? Ik ga even door. Maar geen speciaal plaatje in de gast? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Heerlijk. Oké, nou dan wens ik jullie heel veel plezier en succes, hè? Ja, dankjewel.